1. Nou, hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van mij. Dit keer niet met de wijkagent, maar dit keer met Henk Krol. Hartstikke leuk dat u hier aan mee wilt werken. Ja, maar vanzelfsprekend. Ja. Maar begreep ik nou dat je ook gevoelens voor 50 plus hebt? Ja, wat zeker. Goed. Ik ben lid van de partij. Kijk, dus, dat moeten we hebben. En weet je wat zo leuk is? Heel veel jonge mensen die gewoon het kieskompas invullen, stemwijzer. Ja. Die komen erachter dat 50 plus een partij is die het juist ook goed voor heeft met jongeren. Inderdaad, ben ik ook achtergekomen. Ben je ook achtergekomen? Op dezelfde manier, inderdaad. En dat is logisch, hè? Want als ouder heb je bijna altijd goed voor met je kinderen en met je kleinkinderen. Dus niemand moet denken dat 50 plus een anti-jongerenpartij is, nee, integendeel. Vind ik ook, en daar ben ik dus ook achtergekomen. Ik ben me er helemaal in gaan verdiepen. Ik ben lid geworden en mocht vandaag dus voor het eerst aanwezig zijn bij deze vergadering. Het was meteen een hele stevige vergadering. Was een goeie. Leuk, hè? Ja. Mooie binnenkomen. Zo is het. Absoluut. Hartstikke leuk. Wilt u nog, wat kunnen we nog doen om wat meer jongeren nog op te roepen om lid te worden? Nou, ze moeten vooral lid worden, want als ze de kieswijzer hebben ingevuld en ze zien dat 50 plus inderdaad ook een partij is waar jongeren zich bij thuis kunnen voelen, dan zou ik haast zeggen, gaan jullie nou eens met z'n allen zorgen dat er misschien in de toekomst een hele leuke jongerenafdeling gaat ontstaan bij 50PLUS. Ik zou er groot voorstander van zijn. Ik ook. Hartstikke leuk. Dank u wel. Afgesproken.